Jongens, jongens, dit is allemaal leerzaam wat deze meneer vertelt aan jullie, hè? Ja, ja. Zeker. Ik heb heel veel geleerd, want deze meneer hier is eigenlijk onderwijzer, hè? Wist jij dat? Nee, dat wist ik niet, nee. Kees? Nee, dat wisten ze niet. Dat wisten ze niet. Kenden die jongens helemaal niet. Maar als je even met die jongens praat, dan ken je ze meteen. Ja. Want dat zijn gewoon goede jongens. Ja, kijk, dat zijn goede jongens. Heb je al wat leuks gekocht en wat verzamel jij? Ik verzamel messen. Ja. Sowieso. Daar begint het altijd mee, hè? Ja. En Tweede Wereldoorlog spullen. Ja. Want ik heb ook helmen en gasmaskers thuis. Kijk, je bent goed bezig, jongen. Ja. En deze jongen? Nou, ongeveer hetzelfde als hem. Ik heb zelf een paar helmen en een complete... Ja, zeg maar uitrusting van mijn oom en van mijn opa's heb ik die. Eerste Wereldoorlog, lijkt je dat ook wat? Ja. Eigenlijk wel, daar wil ik me ook gaan in verdiepen. Nou, je hebt nog heel leven jong, heb je voor je. Kees, ik geef het naar jou toe, Kees. Je handelt in militaria en niet zomaar het lullige spul. Heel mooi spul, vind ik. Vind je het heel mooi spul, Wiebe? Ja, ja. Nou, weet je wie het mooi is? Het meeste hiervan heb ik altijd gebruikt in mijn werkzame leven. Ja. Ik ben nou 66 en ik heb hier altijd van genoten. En de kinderen op school ook. Ja. En laatst vroeg men van Kees, wil jij nog even naar school komen om wat te komen vertellen? Ja, en dan gaat het bloed weer stromen. Dus dan ga ik mijn spullen bij elkaar spitten. Ben ik dagen aan het voorbereiden. Maar Kees, volgens mij ben je de enigste onderwijzer, leraar in Nederland die zoveel... van de oorlog verteld heeft. Ik denk dat je de enige bent in Nederland die daar zo in tekeer gaat. Moet je kijken wat je hebt staan, man. Ik hoop het niet. Nee. Ik hoop dat er nog veel meer zijn die dat ook doen. En zo, ik ken wel meer mensen eigenlijk die het in het onderwijs doen, die bij mij ook wel dingen kwamen halen. Ja. En je leert mensen ook in andere steden kennen. En via de verzamelvereniging die wij hebben, weet ik dat er veel mensen uit het onderwijs hiermee bezig zijn en er gaan veel dingen naar musea ook. Ja. Nou, dus maar ik wil toch in de praktijk eens weten, Kees, het is maandagochtend, je gaat naar school, je hebt wat ideeën. Wat neem je dan bijvoorbeeld mee? Neem je dan 5 dingen hier van je verzameling mee? Of 1 ding? Hoe gaat het in zijn werk? Dat gaat eigenlijk erg ad hoc en heel toevallig in zijn werk. Je weet precies wat je schema is voor het hele jaar. Dan moet je hierover lesgeven, dan daarover lesgeven. En op een gegeven moment denk je van, nou, nu neem ik dit mee. Ja. Maar kom je volgend jaar, dan heb ik weer hele andere dingen bij. Want je bent handelaar. Was het een grap juist? Dat is het een beetje geworden te lopen. Dat was ik nooit. Ik zat altijd een beetje op mijn spullen. Ja. Ik was altijd een beetje bezitterig. Ja. Maar op een gegeven moment denk ik, met 66, wat zeggen mijn kinderen later? Nou, pa, fijn die stapel. Maar hoe weet je inhoudelijk van al deze... Ja, militaria spullen, hoe weet je daar het fijne van? Dan moet je toch ook in verdiept hebben qua boeken, denk ik. Toen ik begon te verzamelen, was eigenlijk het motto, koop bij elk object een boek. En ik denk dat ik een paar duizend boeken heb nog. Ja. En die zie ik nooit in de verkoop bij jou. Nee. En daar haalt Kees de kennis vandaan. Daar neem je ook niet zo gauw afscheid van. Ik heb sommige boeken dubbel, hè. Ja. Dan denk je, dat heb ik er een. Dan ging er wel eens eentje mee. Ik geef ze wel weg ook. Dat is niet zo'n probleem. Maar daar haal je veel uit. En museum bezoeken, hè. Naar een museum toe gaan, dan leer je zoveel. Mooi museum hebben we tegenwoordig. Kijk hier. Nationaal Militair Museum. Prachtig. Prachtig. Kees, tot de volgende keer maar weer. Wiebe, fijn succes met al je gefilm. Ja. En dankjewel voor de interesse. Okay.